ja, morgen is de grote dag. Morgen had mijn mannetje jarig kunnen zijn. En dan vieren wij het leven. Ja, kijk, dat bedoel ik nou. Zo behoort het. Hele goedemorgen, lieve vrienden. Het is vandaag alweer zondag 6 juni. Ja. En we leven en we zien om 11 uur 21. Ik ben al een tijd eruit. Ja, ik heb deze jurk gestreken, want die moet nog gestreken worden. En ik had hem graag al eerder aangewild. Maar ja, ik had gehoopt dat het even voor me gedaan zou worden, maar nee. Maar dat komt wel goed. Dus ik heb het zelf even gedaan met moeite en pijn. Maar ik moet ook nog even boodschapjes doen. En ik krijg vanmiddag visite. Mario met haar tandenzeggetje komt langs. Dus altijd leuk. Ja. En ik doe zo even een klein blokje met de meisjes. En als Mario en haar tandenzeggetje er is, dan doen we een grotere blok. Ja, want die wouden ook graag even mee met lopen. Nou, dat kan toch, maar ja, ze moeten wel even eruit. Dan even boodschapjes doen. Want ja, morgen is de grote dag. Morgen had mijn mannetje jarig kunnen zijn. En dan vieren wij het leven. Ja, gaan we het leven vieren. Dus ik moet wel wat in huis hebben. En wie er komt, ja, die komt er maar. Ze zijn welkom. En we genieten gewoon met elkaar en van elkaar. En we zullen ook nog wel een traantje laten misschien. En ook wel misschien niet, dat we enkel blijven lachen. Ja, dat moet allemaal kunnen. En, maar ik zal ook echt wel aan mijn mannetje denken. Dat doe ik iedere dag al. Dus ja, maar morgen extra. Hij had morgen 58 kunnen worden. Dus ja. Nog jong, te jong om heen te gaan, toch? Ja. Elwin, die komt net binnen, die ligt nou onder de stoel. Kandel zit daar, die krijgt zo meteen eten. Ik ben mouwloos, ik heb geen mouwen, maar ik doe wel een vestje aan, ja. En trouwens, onder die jassen moet je dat wel, want anders is het plak, plak, plak met die nylonvoeringen. En dan moet je wel even wat eronder aan hebben. Maar in ieder geval heb ik de zonneschermen naar beneden gedaan. En ja, want het was heet in de woonkamer. Ik denk, nou, eerst mag ik beginnen met zonnescherm. Ja, en ik wens jullie natuurlijk, en ik vergeet het weer, hoe kan het ook anders? Ja, daarvoor moet je bij mij wezen. Welkom bij Corina en de Meesterbol. Ja, en ik ben dus, zoals jullie weten, Corina. De grote hond heet Elwing, de kleine hond heet Rijke en mijn poesenbeestje heet Kandolf. En wie is de oudste? Kandolf. En wie van de honden heb ik het langst in huis? Rijke. Dus ja, als ik wat geef, dan geef ik Rijke als eerste wat. En soms dan is Kandolf er ook bij, dan krijgt Kandolf eerst, dan Rijke, dan Elwing. Ja, gewoon op het rijtje eraf. Dus ja, zo doe ik dat. En hoe jij dat doet, dat weet ik niet. Misschien doe je het wel andersom. Maar het behoort dus de oudste en de langste die je in huis hebt, hoort te geven. Nou, Kandolf is sowieso de oudste, ook van Elwing. En Rijka heeft langer dan Elwing in huis. Dus dan komt Rijka en dan pas Elwing. Ja. Dus ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van alles. Jullie zijn weer een beetje op de hoogte hoe en wat. Hoe het hier toe gaat met wat geven aan de dieren. En misschien is het ook wel iets te leren voor jullie, dat jullie dit niet wisten. Maar in ieder geval, de oudste geef je eerst. En daarna degene die het langste in huis hebt. Nou. Kandolf heb ik al vanaf kitten in huis. Dus ja, dat is al 2-in-1. Ik heb hem de langste in huis en hij is de oudste. Dan komt Rijka, die is wel de jongste, maar ze is wel langer bij mij dan dat Elwing is. Dus dan krijgt ze Rijka. En Elwing, ja, die heb ik nog niet eens 10 jaar in huis. Dus ja, die krijg je dan als laatste. Dat is de roedel, hè, die je dan hebt. Maar oké, ik zou zeggen, geniet
En ja, ik hoop dat jullie hier eventjes van deze korte info wat hebben geleerd. Ik zou zeggen, we spreken elkaar gewoon later weer. Dit krijg je van ons. Doei! Ja, lieve vrienden, helaas, het bezoek bleef maar heel even zitten. Ze hebben een bak koffie gedaan en toen zijn ze weer weggegaan. Want ja, er was afgesproken dat ze eigenlijk naar het strand wou, die kleine meid van 10 jaar. Ja, de vader die zei ook al, ze moet dat gewoon doen en niet iets anders weer gaan willen. Ja, ik zeg dan op mijn beurt, wat is er veranderlijker dan dat weer? Wij mensen, mogen we van gedachten veranderen? Nou, kennelijk niet, oké. Maar ja, hij wou ook naar het strand, haar vader, en met haar broer. Dus ja, Mario die is maar weer teruggegaan naar huis om de spullen op te halen en ook maar naar het strand af te rijden met de fiets. Ik denk, nou ja, oké, prima, bedankt. Maar ik heb nou wel maar mijn keuken weer schoon en de vaat die draait en ik ga zo met de hondjes lopen en ik heb water voor ze mee. Ik denk, als het wel te warm wordt voor ze, dan heb ik water voor ze. Ik doe lekker lange wandeling even. Waar naartoe weet ik niet. Jullie gaan gewoon sowieso mee, want ik heb jullie altijd nou mee, omdat het op mijn telefoon is. Mocht er wat gebeuren, weet je. Dus ja, we gaan gewoon eventjes een kant op. Ik zie wel. Ja, misschien even naar het Tjutterpark lopen. Ja, we merken het wel. Even een stukje gracht eerst pakken en dan, want ze moeten even poepen en pietsen. Ze hebben al gepoept en gepiest vanochtend, maar dat moet nou wel weer even gedaan worden. En dan even richting het Zusterpark of zo, ja. Ik loop gewoon richting het ziekenhuis. Ik zie wel hoe, ik weet het nog niet, we zien het wel waar we belanden, ja toch? En ik hou me vast wel aan, want mijn jas dat is denk ik maar van die hele dunne nylonvoering en dat gaat zweten, dus ja. Dus ik heb gewoon mijn vest eronder en verder de jas aan, de lange jas. En dat is gewoon een hele dunne zomerjas. Hij heeft geen warmte van, dus ja, komt allemaal goed. Ik heb een fles water dus al mee. Nou ja, ik drink het bakje zitten met tuig. Ja, ik heb snoepjes voor ze bij me, dus ja, wat willen ze nou nog meer? Toch? Komt helemaal goed. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van alles met wat jullie doen, maar ook natuurlijk wat wij doen. Ja, ik neem jullie niet voor niks mee. Als ik vlog, dan vlog ik niet. Nou, hebben jullie pech, maar dan hebben jullie weer wat anders te doen, ja. Jullie zijn ook niet verplicht om te kijken, nee. Maar het is wel leuk, ja. Ja, ik had zelfs al boodschappen gedaan. Kattengids staat daar te wachten totdat hij naar boven toe gaat. Nou, dat doet Astrid morgen wel. En daar ligt ons grote meisje, onze Elwing. Ja. Dus ja, ik zou zeggen, geniet van alles met wat jullie doen. Ik vergeet jullie niet. Als jullie mij ook niet vergeten, ben ik weer helemaal in mijn sas. En hun ook. Tot later. Die krijgen jullie van ons. Doei! Zo, lieve vrienden, we zijn in het Tjutterpark en ik zit even op een bankie. En ja, de dames die zijn er ook, maar ze zetten zelf vast met dat getrek. De ketsen niet los, want ze kunnen hier fietsen en alles langs gaan. En ja, ze zijn wat uitbundig. Achter dat riet ga je water. Nou, ik zit hier al eventjes lekker. Nou ja, kijk, dat bedoel ik nou. Zo behoort het. Wat nou? Moeten jullie snoepje? Ah, dat dacht ik wel, hè. Maar dan moet ik de camera weer uitdoen. En jullie slokken water willen hebben. Een vrouwtje ook, want ik heb het water op. Hier, klaarstaan op de rollator. Dus ja, komt allemaal goed. Waar ben jullie? Oh, daar. Elwin, kom. Nee, die kant op. Kom. Goed zo. Ja, dan zit ze weer onder mijn rollator vast. Ja, dat weet Elwin. Rijka en Elwin wat te doen. Om de wiel heen.
Ja, dus dat zullen we eerst zometeen bevrijden allemaal voordat ik aan de slag ga. Ze zeggen, lieve vrienden, geniet verder. Ze zeggen tot later. Ja, lieve vrienden, daar zijn we weer. Daar zijn we weer. Ja, helemaal heel hard thuis gekomen. Ik ben ook alweer een tijdje, maar ik kwam binnen. Toen zag ik al dat mijn telefoon knipperde, van dat ik de telefoon had gehad. Ik deed die wandel-apps uit. Toen zag ik dat ik al een aantal appjes had gehad. Nou, gaat goed, maar niet heus. Maar toen ging de telefoon ook nog eens een keer, dus ik neem op. Was het, Karin? Ik zeg, heb jij net ook al gebeld? Nee. Dit is de eerste keer weer nadat ik u vanmiddag ook al had gebeld. Ik zeg, oké, ik zeg, want ik ben net thuis. Nee, had Mary gebeld? Oké, ja, en ook een heleboel op mijn mobiel geprobeerd. Ja, het geluid eruit hoor ik ook niet. En als ik onderweg aan het lopen ben, neem ik ook niet op. Nee, op de booster neem ik ook niet op. En onderweg neem ik ook niet op als ik aan het lopen ben. Dan moet ik mijn oortjes in hebben. Nou, waarom moet ik mijn oortjes in hebben als ik mijn aandacht bij mijn hondjes heb? Nee, dat doe ik niet. Nee. Ik moet mijn aandacht bij mijn hondjes houden en niet bij muziek of weet ik veel wat. Hé? Nee. En ze zei, moe. Eén ligt in de mand en één ligt onder de stoel. Hartstikke leuk en hartstikke lief. En ik hou ontzettend veel van ze. Ja. En ik heb daar nog een meisje. Ja, dat hartstikke leuk. Hartstikke lief. En ik heb onderweg nog hier en daar staan te praten. Ook leuk, ik liep door een straat heen en er zat een oud dametje op een rollator in haar deuropening. En nou, die vonden natuurlijk de honden hartstikke lief en mooi, maar het was ook een vrouwtje, die was doof. Ja, nou, maakt niet uit, dan praat je maar wat harder. Ja toch? Vind ik ook niet erg. Maar oké, ik moet nog een vlog in elkaar zetten. En daar ga ik zo mee beginnen. En dat is de vlog van maandag 31 mei. En die komt pas online dan op 10 juni. Ja, dus het komt helemaal goed. Ik zou zeggen, hou vol voor de moed. Geniet van jullie... het is alweer avond. Smakelijk eten. Bon appetit. Ja. Ik ga straks ook een hapje eten. De hondjes hoeven momenteel niet alweer eruit. We hebben een hele lange wandeling gehad van even iets meer dan 4 kilometer. Dat ik ben toch even zat. Dus vanavond later wel weer eens een keer. Ja toch? Dus ik ga nou even een vlog in elkaar zetten. En naar YouTube brengen. En daarna gaan we eten. En ik zou zeggen, geniet. Ik vergeet jullie niet. En tot later. Doei!